Goedenavond. Daar zijn we weer. Op een hele regenachtige avond. Het komt hier op het moment even met bakken uit de lucht. En misschien bij jullie ook wel. Nou, ik heb weer van alles en nog wat klaargezet. En het is de bedoeling dat ik vanavond dit art journal ga pimpen. Ik had hem eerst eigenlijk in de gesso willen zetten. Maar ik was dit rijstpapier erbij aan het uitzoeken. Of tenminste, deze wilde ik gaan gebruiken. En toen dacht ik, ja, ik hoef hem eigenlijk helemaal niet in de gesso te zetten. Want deze is van zichzelf al, hoe moet ik zeggen, mooi op kleur voor dit rijstpapier. Dus ik ga hem niet eerst in de gesso zetten. Ik ga hem wel eerst een beetje slopen. Dus ik haal het elastiekje er even uit. Ik haal het papier er even uit. Dat is trouwens 300 gram aquarelpapier wat erin zit. Van 12 bij 12. Dus het is een heel leuk maatje. En er zit een zwart kartstok in. En er zit wit, of kraft moet ik eigenlijk zeggen. Wit en zwart kraftpapier in. Nou, dat halen we er ook uit. We noemen dat het klittenbandje. Sloop ik er ook af. Heel voorzichtig. En als je dat heel langzaam doet, dan blijft hij gewoon heel. De binnenkant ook even, want misschien ga ik daar ook nog wel iets op doen. Dus ik haal het gewoon er even af. Gewoon heel langzaam. Nou, sloopwerk gedaan. De rest kan er helaas niet af. Het zijn klinknageltjes. Dus dat blijft mooi zitten. Maar het gaat mij vooral nu vanavond even om de buitenkant. Nou, zoals ik al zei, ik heb dit rijstpapiertje erbij uitgezocht. Die vond ik wel mooi. Ook omdat ik dat doorkijkje erg leuk vond. En ja, die wil ik eigenlijk op deze kant gaan verwerken. Dus ik ga gewoon beginnen om het stukje eruit te halen wat ik dus wil gaan gebruiken. Even kijken, een klein kwastje. En dan moet ik even spieken. Ja, ongeveer zo groot. Nou, ik wil graag dit gebruiken. Daar doe ik dus een beetje water omheen. Zodat ik het zo mooi kan afscheuren. En even kijken. Neem ik de bloemetjes erbij? Ja. Die neem ik er nog even bij. Dan ga ik dan eerst even kijken hoe dat uitpakt. Nou, ik hou gewoon mijn hand op het deel wat ik dus wil bewaren. En de rest scheur ik gewoon zo weg. Nou, ik hoop dat jullie het geborrel en gerammel niet zo storend vinden. Want het, nou, ik zei, het regent hier even enorm hard. Dus het borrelt en het doet hier allemaal. Even kijken. Nou, dit hebben we. Dan gaan we eens even passen en meten. Want het klittenbandje zat hier. Dus hij gaat zo dicht. Even kijken. Ja, ik ga toch meer van de onderkant af doen. Ongeveer hier zo. En ik scheur het altijd omdat het dan zo mooi met die vezeltjes, zeg maar, die komen dan zo mooi naar buiten toe. Zo.
Nou, gaan we eens weer even kijken. En kan die de bocht om? Gaan we de bocht om? Wat gaan we doen? Ja, dat kan wel, hè? Nou, oké. Ik leg hem even zo neer. En dan ga ik hem aan de achterkant even voorzien van een beetje lijm. In dit geval een beetje Liquitex. Even zien, niet daarin. Zit er nog wat in? Ja, er zit nog genoeg in voor mijn plaatje. Je kan ook eerst het album zeg maar op kleur brengen. Als je zegt van ik wil eerst kleur eronder en dan het rijstpapier erop, dat kan ook. Nou, ik ga het vanavond eerst beplakken met het rijstpapier en dan ga ik het op kleur brengen. Nou, laten we eens even zien. Die moet aan deze kant komen. Een beetje recht, hè. En dan veeg ik die vezeltjes naar buiten toe. En dan kan ik dat straks mooi over laten lopen met de verf. Zo. Nou, dan ril ik altijd mijn vingers even tegen elkaar aan. Dat de lijm ook weer van mijn handen af is. Zo, gaan we die eens even dicht doen. Nou, dat vind ik al leuk. Waar laat ik nou... Oh nee, ik wou zeggen, waar is nu de rest? Want ik wil natuurlijk ook op de omslag iets hebben. En dat ga ik gewoon van hetzelfde velletje doen. En ik vind daar deze gele bloemenrand wel mooi. Dus die ga ik er weer uithalen. Gewoon met een simpel kwastje, een beetje water, ga ik daar omheen. En ook over het witte, want dat moet er ook af. En dan scheur ik dat weer gewoon weg, wat ik niet wil hebben. En ook die witte rand, die wil ik niet. Die mag niet meedoen, die gaat er gewoon af. Kijk, en dan heb ik wel de vezeltjes, doordat ik dat een beetje geplukt heb. Oh, hier zit nog een klein beetje wit. Kijk, en dan heb ik mooi die gele orchideeën. Dan gaan we eens even kijken hoe dat uitpakt. En die wil ik een beetje aan deze kant. Gaan we dat doen helemaal? Of ga ik een stukje doen? Ik ga hem wel wat korter doen in elk geval, want anders past hij niet. Dus de blauwe orchidee gaat eraf. Nou, dit is al helemaal leuk om te doen, dat passen en meten. Kijk. Dat vind ik denk ik wel leuk. Ja, die komt daar. Dus die ga ik weer aan de achterkant voorzien van een beetje Liquitex. En dan denk je, het is bijna op. Ik heb een nieuwe pot klaargezet, maar daar zit er nog zoveel in. Dan denk ik van, die nieuwe pot ben ik vanavond niet eens nodig. Die komt daar. Een beetje over het randje heen. De vezeltjes weer lekker naar buiten toe. Nou, ik vind hem wel leuk. Niks meer aan doen, het is klaar. Dat was het voor vanavond. Zou het zomaar kunnen. Gaan we de achterkant ook doen? Of gaan we de binnenkant doen? Oh, wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Wat vinden jullie? De binnenkant doen? Achterkant? Even kijken. Ik heb hier natuurlijk nog die mooie... Ik ga wel de binnenkant doen. Ik vind dat wel mooi. Aan deze hoek. Oh, hier zit nog een stukje rijstpapier. Vezeltjes, die mogen naar binnen toe. Dus die plakken we een beetje naar binnen toe.
Achterkant, binnenkant, achterkant, binnenkant, achterkant. Ik zou zeggen binnenkant en achterkant. We doen gewoon alles. Ik doe eerst deze hoek. Dan doe ik deze kant van het rijspapier. En ik kan natuurlijk ook nog een rijspapiertje bijpakken. Maar ik vind het wel leuk om het met één deel te doen. Dus we gaan deze voor de binnenkant doen. En de andere die plak ik op de achterkant. En dan heb ik echt het hele rijspapiertje gebruikt. Kijk, dan komt deze hier zo in de hoek voor de binnenkant. Dus daar gaan we ook weer een beetje lijm op doen. Nou, ik heb hier even naast me een stukje kraftsheet liggen. En als ik dat allemaal in beeld heb, dan is het zo, dat glimt altijd zo. Met die lampen, dus ik doe dat even een beetje buiten beeld. Maar jullie hebben vast wel eens gezien hoe je een beetje lijm of een velletje rijspapier doet. En dan gaan we deze hier in de hoek plakken. Beetje met de vezeltjes naar buiten. De lijm, ik heb nu een Liquitex. En het kan ook met een Mod Podge. Het kan met de Hardsealer van Joy. Ja, eigenlijk met alle soorten gel mediums. Maar ik heb altijd nog de Liquitex. En ja, die vind ik fijn. Maar goed, ik zeg dan heel goed ook met een Mod Podge of dat soort. Waar je vroeger de servette techniek mee deed. Dat werkt ook allemaal. Nou, eens even kijken. En dan gaan we even een stukje op de achterkant doen nog. Bij mijn vorige heb ik trouwens dit embleempje van Janine's Mindful Art heb ik overgeslagen. Dat heb ik toen niet beplakt en bewerkt. Maar dat ga ik nu denk ik maar wel doen. Want we weten allemaal wel dat het van de JMA-lijn is. Nou, hier zit nog een mooie lange strook met orchideeën. Die gaan we ook een beetje plukken. Dat de witte rand eraf is. Even kijken, ik vind het leuk als die nog wat dichterbij eruit gescheurd wordt. Even kijken. Oh, hier zit nog een witte rand. Die moet ook nog weg. Soms zit er een dikkere vezel tussen. Dan moet je echt even goed trekken. En dan wordt dit mijn achterkant. Is dat oké met jullie? Vinden jullie dat goed? Vast wel, hè? Ik doe het gewoon. Of jullie het nou leuk vinden of niet, ik doe het gewoon. En de binnenkant kan ik natuurlijk wel verder beplakken. Maar goed, er komt natuurlijk ook nog al die art journal pagina's in. En die hebben meestal liggen die dus op de rechterkant. Dus het is een beetje zonde als ik daar ook nog van alles ga doen. Maar dat kunnen we altijd nog bekijken. Nou, sorry Janine, maar je embleem komt er nu toch echt onder. Even zien. Nou, die kan in de bakje water. Oh, fijn dat jullie het goed vinden. Nou, dit is dus al een basis. Nou, ik kan natuurlijk hier ook nog wat doen. Maar ik zeg al, meestal ligt daar toch dat papier op. En zie je er niet zoveel van. En ik heb natuurlijk nog van allerlei andere spulletjes die ik ga gebruiken. Dus er komt nog van alles meer bij op. Dus ik denk dat er straks niet veel meer van het bruine kraft nog te zien is. En dat is natuurlijk zo leuk van die art journals die dus van kraft zijn. Die kan je lekker zelf, zelf beplakken wat je leuk vindt. En je kan hem ook in één kleur schilderen. Hou je van appeltjes groen, schilder je hem appeltjes groen. Dat kan allemaal. Nou, zoals ik al zei, ik heb een beetje aan de zijkant een stukje, hoe heet dat, kraftsheet liggen.
dat het niet vol hieronder ligt. Want ik vind het altijd zo, dan zie je echt dat ronde ding van die lamp. Dus dat laat ik een beetje hier aan de zijkant liggen. Nou, dan gaan we eens even zien of we er een kleur op krijgen. Ik heb wel even wat nieuwe kleurtjes meegenomen. Ik wist niet zeker of ik ze had. Maar goed, misschien heb ik ze al wel, maar dan komt wel op wat ik bijna zeggen. Ik heb de light yellow. Ik moet ze nog even open doen. Ik heb een hele licht groen, dus de light green. Ik heb de, nou dat is Turks, dat kan ik niet uitspreken. Firuze, oftewel een donkerder groen. Noem ik het dan maar. Firuze, 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 ik heb geen idee. En ik heb een gewone, simpele witte. Nou, die had ik nog, die is ook nog wel open. Dus die drie kleurtjes, die ga ik nu op dat craft sheet zetten. Ach ja, muts moet wel eerst schudden, hè. Komt er alleen maar olie uit. Dat is ook niet de bedoeling. Even schudden. Een tijdje geleden gedaan op een kaartje, daarna tamponeren. Lelijk zo de prullenbak in. Nou, dat is toch zonde. Nou, dit is dus de 007, de light yellow. Nou, ik denk dat ik er aardig van wat we hebben. Dan de light green, oftewel de lichtgroen. Oeh, ik krijg het warm van het schudden. Nou, lichtgroen wil ik denk ik ook best wel veel. En dan nog een ietsjes donkerder groen. Dat was dus de 93. De vieze Firuze, weet ik niet hoe het ook alweer heet. 093, Firuze. Kan ook nog. Je kunt het op alle manieren uitspreken, maar hoe het echt moet, ik heb geen idee. Het is dus een soort Turks, volgens mij, waar dit vandaan komt. Dus. Ik heb altijd een beetje wit erbij. Sorry. Ik maakte die geluidjes niet, dat is een flesje. Echt waar. Nou, die kleurtjes die heb ik, even kijken of die in beeld zijn. Ja, die kunnen jullie wel zien. Maar goed, jullie weten ook wel dat ik hier dus dat kraftziertje heb liggen met die kleurtjes. Dan ga ik hem openleggen. En nou is het de bedoeling dat hij dus kleur krijgt. En ik ga dat wel doen met, ik zag net iets van tamponeren, dus ja, dat is altijd een beetje lastig. Lastig wil ik niet zeggen. Je kunt soms echt rondjes krijgen. Nou, wat ik doe is, ik maak de tamponeerkwast, die maak ik een beetje vochtig. Oh, toen was mijn rol leeg. Nou, ik heb nog net een stukje. Beetje vochtig, dus ik dep hem even in een beetje water. En dan veeg ik hem af. En dan ga ik hem pas gebruiken. Nou, wat ik eerst pak is een kleur dat ik denk van die past er mooi bij. Nou, dat is dan die lichtgroene. En die zet ik dan een beetje zo eroverheen. Maar nu zie ik hier dat ik hem toch te licht vind. Dus ik pak op mijn craft sheet, even kijken, een beetje van het donkere erbij. En dan ga ik dan op die sheet een beetje mengen. Is die nu in beeld? Even kijken. Moet ik nog verder opzij? Het is net te zien, geloof ik, hè? Dus dat ik dan een beetje die kleur krijg, dat ik denk van, ja, die past weer bij het rijstpapier. Ik heb dus dat tamponeerkwastje een beetje vochtig gemaakt, omdat dan de verf er al een beetje meer intrekt. Ik vind dat persoonlijk ja, fijn om dat zo te doen, dat die dus al wat meer, ja, verzadigd is, zeg maar.
Als je dat niet zou doen, dan krijg je dit soort stipjes. Althans, dat gebeurt dan vaak. Nou, het lichte, dat haal ik toch een beetje terug naar wat donkerder. Om het toch ietsjes donkerder te hebben. Vooral bij deze. Want hier zit veel meer donker aan het papier. Als aan deze kant. Deze kant vind ik wat lichter. Dus daar pak ik straks zelfs nog een beetje geel bij door. Dus het is echt een beetje kijken van welke kleurtjes heeft het rijstpapier. Moet het lichter, moet het donkerder. En dan blijven tamponeren totdat je denkt van, ja, zo vind ik hem wel leuk. Ik ga er nu een klein beetje geel bij doormengen. En dan zul je zien dat het nog meer richting het rijstpapier gaat. Het rijstpapier zit een beetje beige in, een beetje groen, een beetje, ja, wat heeft het, gelig. Ik weet niet of het goed te zien is, ik zal hem even zo houden, dat het toch misschien iets met het licht wat minder. Ik ga wel even door, want anders droogt het natuurlijk uit, op. En dan ga ik ook over de randjes van het rijstpapier. Nog weer ietsjes geel, echt maar heel minimaal ietsjes, een beetje licht en een beetje donker. En als ik dan op mijn kraftje denk van ja, zo is die volgens mij goed, dan ga ik verder. En ik zie wel dat ik dat hele lichte wat ik eerst had, vind ik niet zo heel mooi. Dus die, ja, die meng ik er gewoon weer bij onder. Nu komt er een stukje dat ik denk van, daar mag best wel een beetje meer geel bij. Dus ik pak ietsje meer geel. En dat vind ik hier wel mooi passen. Laat ik hem heel losjes, lichtjes overlopen naar het donkerder. Hier zit ook een lichter stukje. En dan ga ik gewoon over het hele geheel. Dep ik dat, zeg maar, die kleur erin. Als het licht is het dan ook goed te zien? Oké. Je was even weg. Nou, ik zat hier toch gewoon op mijn stoel, hoor. Misschien dat het toch een beetje aan het weer ligt. Dat het overal zo slecht is. Ga ik nog even dat ik het boekje een beetje ombuig, dat ik door dat randje een beetje kan op kleur kan brengen. Kijk, en daar zit weer een beetje meer geel. Dus hier gebruik ik ook gewoon ietsje meer geel. Ik noem het maar geel, dus lichtgeel. Hè? Langs die bloemetjes, kijk, daar zit best wel veel geel. Dus daar doen we gewoon ietsje meer geel doorheen. Nou denk ik van, ik wil toch nog ietsje meer geel in het geheel. Nou, dat tamponeer je er gewoon overheen. Dus je neemt gewoon weer een beetje heel iets geel aan je kwast. En dan ga je dat weer tamponerend opzetten. En dat doe ik net zo lang totdat mijn kleur is wat ik wil, wat ik wil hebben, zeg maar. Even kijken, heb ik het hier allemaal geraakt? Ja, daar mag nog ietsje geel bij op. En je hebt natuurlijk tamponeerkwasten in verschillende maten. Hè? Dus je kan ook met een kleinere, kan je er ook nog helemaal tussen gaan. Nou, ik draai hem even om, want ik ben natuurlijk links. En dat handigt mij iets beter om dan aan deze kant wat op kleur te brengen. Ik zie hier best wel veel licht beige. Dus we gaan weer met die gele en een klein beetje van die lichtblauwe door elkaar heen. Ga ik aan deze kant beginnen. Wat doen we met die dopjes? Nou, die dopjes die krijgen van mij gewoon de kleur van de verf die ik nu aan mijn kwast heb.
En dan ga ik net zo ver op het rijstpapier dat dat vezelrandje, zeg maar, ook de kleur krijgt van het rijstpapier. Nou, een beetje meer blauw erbij door. Of ja, lichtblauw was het, hè? Ja. Dat trekt het toch ietsjes meer naar beige toe. Ik had natuurlijk ook beige kunnen kiezen. Maar als je deze drie met elkaar mengt, ja, dan krijg je eigenlijk wel een hele mooie bijpassende mengelmoeskleur, vind ik. Hier vind ik hem vrij donker, dus ik pak hier weer gewoon ietsjes meer donkere groen erbij. En er hoeft echt niet veel te zijn, kleine beetjes. Je kan altijd bij tamponeren als te afhalen. En hier komt weer meer geel, dus ik ga er weer meer geel door doen. Nou, zo kan je heel lang blijven spelen met die kleurtjes, zeg maar. En het is gewoon heel lichtjes die verf, zeg maar, opzet. En ik vind het al tamponerend, vind ik het net iets mooier als dat je het gaat vegen. Dan wordt het toch wat streperiger. Ik vind dit altijd wel heel mooi. Nou, ik zie dat er nog ietsjes meer groen bij door mag hier. Wel ietsjes donkerder zijn. En het hoeft niet één geheel te zijn. Het rijstpapier heeft natuurlijk ook bepaalde vlekken, zeg maar. Dus het mag ook best wat gekleurd zijn. Ik zal hem nog even een beetje opzij houden. Dat het qua kleuren misschien net iets niet zo glimt. Want het is natuurlijk nog een beetje vochtig. En dan glanst het natuurlijk wat meer. Kijk, hier zit weer iets meer geel. Nou, dan gaan we verder naar deze kant toe. En dan vind ik hem best wel geel. Dus ik ga nu gewoon met dezelfde kwast nog steeds, hè, ga ik nu dus best wel veel geel pakken. En ga ik deze over laten lopen naar het gele toe. En er moet ook wel groen bij in blijven zitten. Nou, ik draai hem even weer om. Even kijken of ik dan nog in beeld ben of dat hij dan te breed is. Ik heb een beetje verder ingezoomd dat het wat beter te zien is, wat ik bijna zeggen. Even kijken of ik nog in beeld ben. Want het zit bij mij natuurlijk een vertraging in voordat ik het zie. Ja, ik zie het nog. Deze is dus wat geler. Dus daar pakken we redelijk wat geel als ondertoon in de tamponeerkwast. En doordat er ook al een beetje groen zit, gaat het zich een beetje mengen. En dan krijg je een beetje de kleur van het muurtje. En helemaal exact dezelfde kleur, dat hoeft natuurlijk niet. Ik laat hem ook weer een beetje die kant oplopen. Dus ik ga rustig met die tamponeerkwast ook weer terug naar de achterkant. En dan ga ik ook dat gele daar nog heel iets terug laten komen. Gewoon heel lichtjes al tamponerend zet ik, zeg maar, hier ook nog een beetje van die gele kleur op. Een beetje langs de rand nog. Want dat mag best wel terugkomen. En ik heb hem gewoon heel losjes vast, hè. Nou, dan het laatste stukje nog. Even kijken. Hier kan nog een beetje van het gele onder. Nou, toch ietsjes meer groen nog erbij, denk ik. En dan ga ik hem toch weer even omdraaien. Want deze kant vind ik toch handiger. Dus jullie zien hem nu even op zijn kop. Ik pak eerst weer een beetje geel. Nou, zoals je ziet vind ik hem nu veel te geel. Dus ik pak er een klein beetje groen bij. Van zowel de lichte als de donkere. Nou, mag nog wel iets donkerder. Zo, pakken we er gewoon bij. Mengen we even. En dan ga ik dat over laten lopen naar het laatste deel van het buitenkantje.
Dit vind ik weer te licht, dus nog ietsjes donkerder weer bij. En zo speel je zeg maar de hele tijd door met de kleurtjes. Ik heb zelfs een beetje wit erbij gepakt. Heel klein beetje wit erbij, dat het wat, ja, wat ophaalt, zeg maar. Dat hier straks echt wel wat diepte in komt, hoop ik. Hoop ik. Een klein beetje terug laten lopen. Nou, nog een beetje. Kijk, dat vind ik ook weer te licht. Pakken we gewoon weer een donkere. En dan gaan we die er weer overheen zetten. Beetje geel met een beetje groen. En dan denk ik dat ik hem eigenlijk al wel heel leuk vind zo. Even een beetje van die kleur erbij. Ja, ik kan hier natuurlijk een hele tijd mee doorgaan, totdat ik denk van, yes. Ik wil daar nog ietsjes geel terughalen. Beetje in het hoekje. Een paar stipjes wat bijna zeggen. En dat doe ik dus niet te netjes. Nou, dat is dan de buitenkant. Ik ga hem even een klein beetje drogen, want hij is nog niet helemaal droog, alhoewel het gaat heel snel. Ik zal hem even een klein beetje helpen. Het is hier ontzettend warm, dus het droogt lekker snel. En het zou zonde zijn als die straks vast bleef plakken aan mijn bodemplaat. Nou, je kunt het hele art journal weer terug, hè. En van de binnenkant dat hij weer wat recht trekt. Even een beetje voelen. Dat ik echt alles droog heb. Kijk. Nou, ik vind hem wel heel leuk. Toch? Ja. Dan ga ik deze binnenkant ook nog even doen. En ik heb natuurlijk al die verf hier liggen. En vind ik zonde omdat dat ik dat dan weg moet gooien. Ik begin weer aan mijn tamponeerkwast de lichtblauwe te pakken. Want die is hier echt wel in overtoon. Overhand, hoe zeg je dat? Die zie je hier het best. En er mag een klein beetje wit bij, zie ik. Dus ik pak er een klein beetje wit bij. En dan ga ik door tot, ja, zal ik alles? Nee, ik stop bij het eerste lijntje, zeg maar. Daar gaan we stoppen. En anders dan ben ik alleen maar aan het tamponeren en dan zijn jullie nog wel een keer uitgekeken. Nou, ik heb nu eerst alleen de lichtgroene. Dan ga ik even kijken. Ik pak nu een beetje geel erbij en een beetje donkergroen. Want aan deze kant is die dus donkerder. Even kijken, een beetje donkerder nog. Voor deze bovenhoek, daar is die ook vrij donker. Nog ietsjes erbij. Even kijken. Ga ik toch weer terug naar het lichtblauwe. Gewoon aan dezelfde kwast, zeg maar even. Ik gebruik voor al die kleurtjes gewoon dezelfde kwast. En dan ga ik een klein beetje geel erbij aandoen. En dan ga ik hem hier een beetje opzetten met geel. Want dat wil ik toch wel weer terug laten komen. Omdat het eigenlijk overal een beetje te vinden is. En hier mag dat ook wel een beetje erbij. Nou,
Ja, het zijn drie kleurtjes en ik kan er natuurlijk heel veel verschillende kleuren mee maken, hè, doordat je het mengt. Of het zijn eigenlijk vier, hè. Ik heb ook een beetje wit erbij gedaan. Het is niet helemaal eerlijk, die drie. Maar goed, met een beetje mengselwerk, zeg maar, kan je hele leuke kleurencombinaties maken. Een beetje van het lichtblauwe erbij door, dan wordt het daar weer iets lichter. Even spieken. Wil ik nog meer? Ik moet daar nog een beetje extra doen, zie ik. En daar gaat mijn geel eronder en dat wil ik niet, dus ik doe er gewoon weer een beetje geel overheen. Nou, en dan vind ik hem eigenlijk wel oké. Maar goed, de rest doe ik een andere keer, want anders dan zitten jullie alleen maar te kijken naar een uitzending waar ik alleen maar bezig ben met die verf. Nou, die verf, die ga ik toch even een beetje eraf halen, want anders zit ik daar zo weer met allemaal andere spullen in. Daar ken ik me nu inmiddels wel mezelf voor. Het is natuurlijk nog niet helemaal droog, maar goed. Het meeste is eraf. Dan kan die even aan de kant. En dan ga ik de binnenkant een klein beetje drogen. En spiet erop. Het is hier lekker warm, dus dit is ook lekker snel droog. Ik hou hem even een beetje zo. Ontspannen. Nou, ik vind dit wel heerlijk ontspannen, hoor. Ik mag dit heel graag doen. Nou heb ik dus hier een art journal. En ik had zelf bedacht dat ik dat er ook op wilde gaan schrijven over een reispapiertje. Nu heeft Janine weer hele mooie masks. En er komt natuurlijk nog veel meer op. Maar dit moet als eerste. Want ik wil weten waar dit komt te zitten. Voordat ik alle andere spulletjes erop ga doen. En dan ga ik even kijken of ik deze. Of dit lettertype erop past. En dan wilde ik eigenlijk alleen maar arts. En dat past wel. Nou, even kijken hoe ik dat het beste kan doen voor de camera. Even kijken. Als ik hem nou zo neerleg. Ben ik dan nog in beeld? Vast wel. Ik pak even een grijs potlood. Een hele zachte. Even kijken. Ik heb hier een 3B. Ik hoop dat mijn andere er ook nog is. 4B. En dan even een geodriehoekje. En dan meet ik even ongeveer het midden. Ja, ik ben nog van de ouderwetse geodriehoek. Vind ik gewoon makkelijk. En dan is dit ongeveer het midden. Dus daar komt de R. En de R is van arts. En die komt dan in het midden. Ik ga daar even spieken waar die zit. Zo. Ik ga daar gewoon met mijn grijze potlood. Ga ik daardoor zo'n mask, de letters. En als ik alleen maar weet waar ze zitten, dan komt de rest wel. Kijk, maar als ik nou hier eerst dikke pasta zou doen, dan kan ik die letters niet meer kwijt. Want je kan niet mooie letters maken over een laag pasta. Dat werkt natuurlijk niet. Ik neem alleen maar hoofdletters. Even kijken, daar is mijn geodriehoek weer. Ik neem dan weer de middenmaat van de letter. Dus op 3,5. En dan moet hier moet dan de A komen. Dat is ongeveer het midden. Zo.
En die tekenen we dan ook even op het rijstpapier. Met een heel zacht potlood, omdat die dus veel pigment zeg maar afgeeft. Veel grijs. En je hoeft niet zo heel hard te duwen. Zodat het allemaal verschuift. Dus dat werkt prima. Nou, dan moet de T er nog op. Dus ik meet weer ongeveer het midden van de R en de buitenkant. Even kijken, dat is een 3. Hier komt hij dan. Daar moet dan de T. Even kijken, zet ik een streepje en dan zie ik hem niet meer. Oh hier. De T, dat is deze. Die komt dan daar. Even spieken. Dat die gelijk loopt met de andere. Er zit natuurlijk zo'n rand in. Hè, die zorgt ervoor dat je je letters gelijk houdt, zeg maar. En dan ga ik daar de T even op zetten. Nou, het is een hele sierlijke T. Het lijkt wel een J, maar goed. En nou staat er het woordje art. Kijk, nou weet ik van, daar moet ik even wegblijven, want daar komt straks dan het woordje te staan. Nou, ik klap hem weer een beetje open. En dan ga ik eens even kijken, want ik wilde daar natuurlijk nog leuke dingetjes op doen. Allereerst ga ik even stempelen met de stempels uit de lijn van JMA. Dit is de leuke JMA NA Stamp 20. Dat zijn, het lijken wel leuke toegangskaartjes, postzegelachtige dingetjes zitten erop. Een klein kalendertje, een geschreven kaartje. Dit kan ook op een postkaartje. Dus ja, een beetje postachtig. En ik heb de bladeren. De bladeren is de JMA NA Stamp 21. Dat zijn de bladeren. Daar ga ik mee beginnen. Even een stempelblokkie. Even kijken. Een mooie swirl. Ja, deze wil ik. De stempels zijn lekker zacht. Dat is fijn, maar pas op, ga niet door zijn hoeven duwen. Ik heb dat al eens een keer uitgelegd, wat dat betekende. Ik noem het altijd door zijn hoeven. maar dat betekent dus dat hij, als je heel hard gaat duwen, dan wordt een stempel heel breed. Ik heb het volgens mij al eens een keer laten zien. Je stempelt dan je stempel gewoon, krijg je een mooie afdruk, maar je kan ook zeggen van ik ga duwen en dan krijg je dus vaak een bredere afdruk. Dus dat is eigenlijk wat ik bedoel van door ze hoeven. Nou, ik heb hier nu de Versafine Clear Shady Lane. Maar ik heb ook de cakey van Alcohol Ink Stays in Place. En dan wil ik eerst even kijken welke kleur als ik het mooiste vind. Want ik vind deze cakey ook wel erg mooi. Even zien. Die kan ik wel hier even bijnaast uitproberen. Op een klein stukje. Ja, ik ga voor deze. Ik vind die andere toch te fel. Dus ik ga voor de Stays in Place. Het is een inkt op alcohol basis. Dus ik ga hem even schudden. Ondertussen kan ik een beetje puin ruimen. Ik heb alweer van alles verzameld. Zo, daar gaat het om. Even kijken, de stempel. Het stempel inkt wordt altijd leeg geleverd. Je vult hem dan door een beetje inkt op het petje te doen.
Nou, dan heb ik dat natuurlijk al een keer gedaan. Dus hier zit al wat op. En dan zit er ook zo'n spateltje bij. En dan kan je die inkt, zeg maar, uitsmeren op je inktpad. Hier zit een plakketje. En daar doe ik altijd even dat spateltje onder, zodat ik hem de volgende keer niet zo hoef te zoeken. Even kijken. Nou pak ik even een spotdoekje erbij. En dan ga ik dit stempeltje met die Stays in Place op het art journal zetten. En wat het mooie is, hij glanst ook nog. Dus ik zal hem zo even dichterbij laten zien. Dus aan de bovenkant krijgt hij dus van die mooie takken. Ja, het is even een dingetje, want het is natuurlijk dat daar zo'n beugel onder zit. En daar kan je natuurlijk van alles onder leggen. Maar je kan het ook gewoon zo doordraaien. Niet zelf doordraaien, maar gewoon je stempel doordraaien. Totdat je weer op een stuk bent dat die plat kan. En ik doe de hele bovenkant. Krijgt wat met die stempel. Oh, hier zit nog iets. Nou, dan zal ik hem even laten zien hoe mooi als die glanst. Even een beetje schoonmaken. Toevallig nog een klein beetje van die stervonreiniger staan. Ik ben anders niet zo heel erg van al dat gepoets. Ik doe het meestal met een billendoekje of weet ik veel wat. Maar ik vind het bij deze inkt toch wel eventjes belangrijk. Kijk, nu heeft de bovenkant heeft allemaal blaadjes. Swirls met blaadjes. Swirls met blaadjes gekregen. Hè? Ik krijg er al spraakgebrek van. Ja, als ik dit alleen zou doen, zeg maar zonder dat jullie keken, had ik hier een aantal boeken ondergelegd inderdaad. Maar goed, zo kan het ook. Nou, ik laat hem nog even zo liggen. En ik pak er nog weer wat bij. En dat is in dit geval de Classic. En ik heb nog een Crackle. En ik heb nog een glacier. Dus we hebben nog van alles in huis. Ik heb nog een wax. Vond ik ook nog leuk. Ik ga eerst deze mask uit de verpakking halen. Oh, dit is trouwens mask. Nee, dit is JMANA Mask 04. Nou ja, het staat allemaal wel in de link van vanavond. En die heeft weer een muurtje. Yay. En die heeft een oude stenen muur. Een beetje dat het ja, een beetje Fransachtig doet mij dat altijd aan denken. Mooie. Ik vind zelf dit muurtje natuurlijk heel erg mooi. Dan moet ik wel nadenken dat hier natuurlijk het plakketje weer op moet. Dus we moeten even kijken dat ik daar dus niet die muur ga metselen. Kijk, en dat was ik nou net van plan. Snips. Maar dat geeft niet. Dan gaan we hem hier onderaan doen. Hij zal erop komen. Even kijken. Ik zie hier nog wel iets wat eronder kan. Kijk. Ik leg er gewoon wat onder waar jullie bij zijn. Zagen jullie niet, hè? Niks van gezien dat er wat onder zit. De Classic Pasta van Cadence. Nou, ik ben er eerlijk gezegd een beetje fan van. Ik vind hem heel fijn. Hij is lekker stevig. En toch weer niet te stevig. Dus je kan er lekker mee werken. Ik ga een klein beetje van het muurtje hier onderaan zetten bij het raampje. Klein beetje. Met een spateltje. Klein beetje had ik gezegd. Hoppakee. Ik kan dat ook op de achterkant doen. Dus ik ga hem even overhevelen. Dan zet ik mijn, even zien of ik niet geknoeid heb aan de achterkant. Zo. Ik zet de mask er weer op. En dan ga ik hier ook een beetje een klein muurtje metselen. Hier kan ik natuurlijk ook wel een muurtje onder doen. Maar dan moet ik echt even rekening houden dat daar ergens dat
plakketje moet. Nou, dat was hier. Dus ik kan hier wel heel leuk een klein stukje doen. Dat is misschien wel heel erg leuk om dat daar een beetje terug te laten komen. Klein beetje. Kijk. Dat vind ik leuk. Nou, die plonzen we even in de bak met water. Altijd handig zo'n bak water. Als je verder geen kraan bij de hand hebt. Oh, dan zien jullie nog wat eronder zit, hè? Oh. Nou ja, goed. Nou, dat was eigenlijk het enige wat ik met structuurpasta ga doen. Die ga ik even droog maken, want anders kan ik niet verder. Dus ik ga weer even lawaai maken. Ja, de binnenkant komt ook nog. Maar als ik het nu omdraai, dan er zit een muur op mijn doosje. Is het hetzelfde als vroeger de reliëfpasta? Het is een reliëfpasta, maar zonder die korrels erin. Hij is dus glad. Er is ook een traditionele pasta van. En die heeft dus een korreltje. En dat is de Dutch Doobadoo ook. Die heeft ook een korreltje. Maar deze die is dus helemaal glad. En dat is dan de classic. Dat neemt, ja, het is allemaal wel een reliëfpasta, maar dit is de classic en de classic is dus glad. Oh, hij staat al in de link. Maar hij staat er gewoon bij de link van mijn spulletjes van vanavond. Ik heb het gewoon even doorgegeven. Oh. Nou moet ik eerst even een slokje. Foei, het is hier zo warm. Nou. Dat was de pasta. En dan had ik deze glacier paste. Of hoe je het ook uit moet spreken. Ik ben niet zo'n talenheld. En dan hebben we deze twee mooie masks nog. En ik vind die zonnestralen heel erg leuk. Om die hier overheen te laten gaan. Maar ik heb ook nog een gele crackle paste. Klaargelegd. Dus dan ga ik even spieken wat ik ga doen. Is die goed droog? Ja. Kijk, ik vind het zonnetje heel erg leuk. Ik pak gewoon even een beetje van dat opvliegers. Ja, nou deze blijft een beetje hangen, zeg maar. Want het is hier gewoon heel warm binnen. Even kijken. Daar is dat. Dan kan ik die een beetje over het raam. En dan plak ik het een beetje af. Dus ik plak hem niet erop, maar ik plak hem af. Want ik wil die muzieknootjes nu even niet. Ik wil alleen dat zonnetje. Dus ik plak daar gewoon een beetje tape overheen. Zodat ik dat dus niet ga gebruiken. En dat kan je natuurlijk met allerlei afplakdingetjes doen. Maar goed, ik heb hier even dat mallettape bij de hand. En dan laat ik dat oogje, dat laat ik heel iets over dat raampje vallen. Een klein beetje. En het mooiste is als ik het raampje ook nog even af kan plakken. Eens even zien of dat lukt. Want ik wil alleen maar de zonnestraaltjes door dat raampje. Ja... Ik heb weer wat bedacht, maar of het lukt. We gaan het zien. Even kijken, waar is het raampje? Nou, die is een beetje rond. Dus ik scheur dit ook een beetje rond. Zo. Nou heb ik dus de straaltjes waar ik ze graag wil. En dan heb ik die Nuvel Krekkelmoes. En daar ga ik die zonnestralen mee maken. Nuvel Krekkelmoes zegt het al. Het krekkelt, dus het krakeleert. Even mijn andere paletmesje erbij, want die heeft een iets steviger paletmesje nodig. Zo. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, ik kan nog eventjes, hè? Nou, loopt misschien iets uit.
En als je me zat bent, dan ga je maar weg. Nou, ik neem wat van die pasta. Ik heb het raampje, zeg maar, afgeplakt. En volgens mij moet ik daar nog een klein hoekje. Want daar loopt ook alweer te lang raampje rond. En dan ga ik de rest ga ik voorzien van die crackle paste. De gele crackle paste. Dus alleen maar dat deel wat door dat raampje komt. En nou denk ik niet dat we vanavond de crackle nog zullen zien. Want ik weet niet of dit wel mooi gaat met een heat tool. Maar we kunnen het kijken. Ja, het is een beetje kauwgomachtig spul, zeg maar. En dat... nou ja, dat gaat, het dus, dat gaat dus hopelijk straks krakeleren, moet ik zeggen. Even een billendoekje erbij. Zo. Nou, dan gaan we hem er voorzichtig afhalen. Kijk, en dan hebben we dus zonnestralen van buiten naar binnen. En ik vond dat wel grappig. Want het is eigenlijk een oude muur die van binnen planten heeft. Dus het is zowel een binnen als buiten is buiten. Moet ik dat nou uitleggen? Het is gewoon een enkele muur die dus aan de achterkant tuin heeft. En aan deze kant heeft die ook tuin. Dus die zon die schijnt door dat muurtje. Nou, hey, we zijn eruit. Ik hoop dat jullie het allemaal nog snappen en begrijpen. Soms snap ik het zelf ook niet meer, maar goed. Doen we niks about. Ik ga hem wel een klein beetje droog maken. Zodat ik nog even dat andere erop kan doen. Maar ik weet niet of die dan wel gaat krakeleren. Volgens mij is die het mooiste aan de lucht. Maar goed, dit is zo klein. Een ruïnemuur, daar heb je hem. Ik kon er niet op komen. Dankjewel, Ine. Oh, een Engelse ruïne. Ja, ik kon er niet op komen. Het was een losse muur. Nou ja, goed. Jullie begrepen het wel. Een ruïne zonder dak, ja. Nou goed, ik laat hem maar even voor wat het is. Die krakelt misschien straks nog wel na. Dan had ik ook die leuke ronde nog. Waar? Hier zo. Dan wil ik ze ook allemaal gebruiken, hè? Dat begrijpen jullie wel. Ik vind deze wel leuk, ik vind die wel leuk. Oh, krijgen we dat weer? Keuzestress. We gaan voor die. Even kijken, ik kom aan die kant. Dus ik ga mijn haakjes aan die kant van het doosje even leggen. En dan ga ik dat hier een beetje doen. Met die Nuvo Glacier Paste. Ja, bouwval. Inderdaad, een bouwval. dat is een, nou ja, dat hebben we volgens mij al wel vaker gebruikt in een live. Het is een, ja, een pasta die heel erg glimt. Het is een beetje, ja, het lijkt wel ijsachtig. En dat ga ik een beetje hier doorheen doen. Even zien, een beetje hier zo. En een beetje daar zo, en een beetje zus, en een beetje zo. Maar ik gebruik niet de hele afbeelding, zeg maar. Gewoon een stukje ervan. Kijk, daar wil ik hem ook niet, dus dat veeg ik even weg. Nou, en of dat glanst. Dat is mooi, hè? Doen we ook nog een beetje aan deze kant. Een beetje hier zo. En dit glimt echt enorm. Het is echt, ja, het is echt heel leuk spul. Ik ga het ook nog een beetje aan deze kant doen. Want dat valt dan straks over die kant. Dus een klein beetje. Van die figuurtjes aan deze kant. En daar zit natuurlijk die
die tekst van Art, maar dan valt het dan net buiten. En anders komt dat er iets achter, dus niet zo erg. Nou, hoppakee, jij gaat water in. Ga maar even zwemmen. Zo, nou, die moet ik even drogen, dan kan ik zo weer verder. Ja, een klompetje hier en een klompetje daar. En het is een beetje een aquablauw kleurtje. Het is de Glacier Face Sea Sprite of Sea Spirit? Sea Sprite. Dus ja, het is niet groen, maar het is een beetje blauwig. Ik vind hem wel leuk erbij. Haal hem een beetje op. Nou, dit moet maar even voldoen zo. Even spieken, waar heb ik die andere stempels gelaten? Oh ja, deze, die poststempels. Want er zit een leuke, ja, een kaart eigenlijk bij. Met hele kleine, ja, het is zeg maar een postkaart. Maar dan heb je dus hier een verhaaltje wat ze degene heeft geschreven. En ja, dat is dus een hele fijne script, een hele dunne. En die ga ik dus met de grijzige VersaFine Morning Mist, ga ik die met de hand heel lichtjes her en der iets opzetten. Ik moet hem over zo, zie ik. Kijk, ik had deze nog niet uitgeprobeerd. Want meestal zet ik er dan een pijltje op van zo is de tekst. Zo moet je stempelen. Dat had ik dus nu nog niet gedaan. Maar deze is vanaf nu makkelijk te onthouden. Nou, stempelen kunnen we hier wel. Want daar kun je wel weer dat sluitingje op plakken. Oh, deze kant nog een beetje op het ronde. Zo. Nou, ik merk wel dat de pasta nog niet helemaal droog is. Maar dat is niet zo erg. Dat wordt wel droog. Die kan weg. Dan heb ik nog de wax. Oh, ik zit even onder de... Wat heb ik nou weer aan mijn vingers gekregen? Ik ben echt lekker aan het klieten. Heerlijk. Schoon even dit aan de kant. Want ik heb natuurlijk ook nog... Dat woordje arts. Waar ben je mijn penbak? Even zien. En dan had ik dat van plan met een aqua kleur. Maar dan moet ik even spieken of die niet te aqua is. Ik ga eerst even hier een klein stipje proberen. Nee, ik vind hem toch te veel bij de andere. Dus ik ga gewoon voor zwart. Even kijken, zwarte pasta. Hey, jullie zijn niet goed bezig met die geldbomen hoor. Het is nou toch wel echt groeizaam weer. Ik weet niet wat jullie dan toch verkeerd doen. Even zien, hier hebben we staan art. Nou, ik ga nu gewoon over dat lijntje heen wat ik gemaakt heb met de schabloon. Met een zwarte Posca-pen. En dat kan je natuurlijk ook met allerlei andere kleurtjes doen. En misschien ben je zelf al zo handig dat je heel mooi handschrift hebt. Even kijken. Hier zo. Nou, ik heb natuurlijk geen mooi handschrift. Ik ben links, dus ik heb geen handschrift, zeg maar. Dus ik ben wel blij met zo'n schabloon. Nou, daar nog even de. En dan hebben we een mooi
erop staan dat de aard in zit. Kijk, ik ga nou om die pasta heen. En dan de A nog. Even spieken. Ja, hier zo. Daar zat een krulletje. En weer terug naar boven. Daar zat een streepje. En dan krijgt het een kleurtje. En dan hebben we staan arts. Daar kan je nog weer wit langsheen doen. Dat het wat schaduw krijgt. Je kan ook zeggen van ik neem zo'n stabiele alpen. Ik laat hem iets langer erdoor lopen. Dat net of het dan door dat glitter heen loopt. Ja, de T vind ik inderdaad een beetje een J. Maar goed, dat is het lettertype. Oh, ik moet hem wel zo laten. Dat was mijn bakje wat ik eronder had. Zo. Ik heb hier nog een... nou zie ik waar het vandaan komt. Die wax is een beetje warm geworden, denk ik. Of is iets... dat waxige spul, zeg maar. Dat vet is er, denk ik, uitgelopen. Even kijken. Ja, niks aan de hand. Niks aan de hand. Nou... Even kijken, ik heb hier nog de wax. En dit is de kleur Leaves, Sage. Allemaal van die woorden. Niks voor mij. Nou, ik ga dat, waar is mijn sheet? Oh, even een beetje uitsmeren op mijn craft sheet. Een beetje deppen, zeg maar, dat ik niet te veel aan mijn vingers heb. En dan ga ik dat langs de randen zetten. En dat vind ik een keer wat anders als altijd die zwarte. En deze die is een beetje, ja, een beetje dezelfde kleur als het album, als het groen. Kijk, en mijn plastic paste is nog niet helemaal droog, dus die pikt ook een magraantje mee. Kijk, en dan zie je bij de lichtste delen kan je die pasta wel zien. En bij de donkere delen niet. En dat vind ik juist leuk. En dan hebben we ook nog een binnenkant. Maar goed, die maak ik een andere keer. Want anders wordt het wel een hele lange uitzending. En dan ben ik bijna weggesmolten hier, denk ik. Het is hier ontzettend warm. Nou, een beetje langs de randjes nog. Kijk, die glacier paste is nog niet helemaal droog. Dus die mag nog lekker meedoen. En dan vind ik hem eigenlijk wel vol genoeg. Ik had nog van die witte balletjes erbij willen doen. Maar ik weet eigenlijk niet of ik dat wel ga doen. Ga ik eens even spieken. Kijk, want ik had eerst nog bedacht, ik doe nog een beetje van die witte glitter erop. Dat is trouwens ook wel heel leuk. Of van die textureballetjes. En die doe ik, denk ik. Dat vind ik wel mooi. Dat geeft ietsjes meer... ja, wit. Het haalt iets op, denk ik. Dat zijn die... wat gaat die kosten? Quanta costa? Niet te koop, zeg maar. Deze die ga ik lekker voor mezelf halen. Kijk, hier zitten balletjes in. Het is een soort pasta. Ja, maar dan met balletjes. Nou heb ik wat op een spateltje gedaan. Maar nu wil ik er nog een spateltje bij. Dat ik het een beetje kan verdelen. Want ik hoef daar niet in één keer zoveel van. Maar ik wil een klein beetje van die balletjes. Klein beetje. Gewoon om het... Dus niet te veel.
Maar ik wil wel balletjes. Kijk, ik hoef niet dat lege. Die lege pasta wil ik niet. Ik wil die balletjes. Nou, daar moet natuurlijk het dingetje, het plakketje. Dus daar moeten we niet te veel doen. Die kan ik beter een beetje wegdoen, want anders krijg ik mijn plakketje er niet meer op. Even zien of ik nog balletjes heb. Ja. Dus je hoort het wel een beetje knetteren. En dit is ook in een van Cadence. Die heeft dit ook. Maar dat zijn weer wat grovere balletjes. En deze, dit is echt een structuurpasta, zeg maar, met die hele kleine balletjes erin. Ja, het maakt een heel grappig geluidje inderdaad. Nou, even een beetje met Lidl erop. Even spiedie. Nou, zo kan je natuurlijk nog heel lang doorgaan. Met van alles en nog wat. Kijken of ik, ja, ik zal hem wel niet helemaal dicht kunnen doen, want het is natuurlijk nog een beetje nat. Maar dan zien jullie ongeveer het eindresultaat. Ongeveer. Zal vast nog her en der ietsjes aan verbouwd worden. Misschien dat ik toch nog iets meer dat zwarte wat ga blenden met wat groen, dat het iets minder heftig is. Dus, nou, dit is mijn art journal geworden aan de buitenkant. De binnenkant, daar komt nog wel, daar zal ik wel foto's van maken. En dat krijgen jullie nog wel te zien. Maar goed, je hebt in elk geval nu mijn opbouw gezien hoe ik het doe. Er zijn natuurlijk heel veel manieren om het te doen. Het is een beetje iets langer geworden vanavond, maar goed, dat maakt niet uit. We hebben in elk geval, ik heb tenminste plezier gehad, ik hoop jullie ook. Hier schijnt het zonnetje, maar buiten helaas nog niet. Dus ik hoop dat het bij jullie ook allemaal meevalt met de regen. Al is het in het zuiden wel behoorlijk heftig, zag ik. Nou, dit was hem wat mij betreft. Ik wens jullie een fijne avond en tot een volgende keer. Dag allemaal!